Ik vind het belangrijk om te zeggen, voor ik degene ga voorstellen die zo meteen het podium komt, Marco Hoogland, vind ik één ding belangrijk. We hebben vandaag allerlei trends gezien. We hebben belangrijke ontwikkelingen gezien. We hebben nieuwe technologieën gezien. We hebben de meest mooie filmpjes, de meest mooie topics eigenlijk langs zien komen, om even een Engels woord te gebruiken. Ik weet zeker dat het sommigen van jullie duizelt. Dat heb ik ook op Twitter al teruggezien. Hè? Van, goh, heel gaaf, en wat kan ik ermee? Ik heb gezien dat we vandaag ontzettend gave tools hebben gezien waar we gegarandeerd mooie acties mee kunnen opzetten. Maar één ding weet ik zeker. Het gaat alleen maar werken om daar succesvol mee te zijn als je daar zelf sturing aan weet te geven. En één ding heb ik, ben ook examencommissievoorzitter bij de Next Marketeeropleiding. Daar heb ik honderden kandidaten langs zien komen inmiddels. Eén ding heb ik geleerd de afgelopen jaren. Dat je al die tools alleen maar succesvol kunt inzetten als je zelf in staat bent om regie te geven aan je eigen leven, aan je eigen carrière. Want als je dat doet, ben je ook in staat om regie te geven aan jouw plek in de organisatie waar je werkt. En als je dat kunt, ben je in staat om zelf sturing te geven aan hoe zo'n organisatie zich manifesteert. Nou, de mensen die training van mij gehad hebben, weten dat ik het altijd over doelen heb. En dat het doelen nummer één succesfactor is. Maar dat heb ik maar van één persoon geleerd. En dat is Marco Hoogland. Die wou ik heel graag het podium uitnodigen. Een warm applaus voor Marco Hoogland. Ja, dankjewel. Nou Marco, jij bent geen marketeer. Nee. Nee. Nee, zeker niet. Wat ben jij wel eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben Marco. En heel belangrijk. Eigenlijk wat wij doen is gedragsverandering stimuleren bij mensen. Wij willen dat mensen in beweging komen en iets leren over zichzelf. En dat vind ik ook wel komisch aan het verhaal vandaag. Want ik heb echt heel veel termen gehoord die ik nog nooit teruggehoord heb. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik noem er geen enkele, want dan ga ik heel veel fouten maken. Want er zijn heel veel afkortingen, Engelse afkortingen die jullie gebruiken. Ik heb in de zaal gekeken, ik heb gezien dat jullie het allemaal heel goed begrijpen. Ja, knikken, dus dan zal het ongetwijfeld goed overgekomen zijn. Maar ik heb wel iets onthouden van de neuropsycholoog. He, want die vertelde wel iets over een beslisknobbel. En ik denk in plaatjes. En op het moment dat hij het heeft over de beslisknobbel, kijk ik naast me en zie ik Arco een stuk chocola wegeten. Ik denk, ja, de evolutie is nog steeds gaande. Dus wat dat betreft, dat verhaal snapte ik. Wij werken heel veel in de sport. He, dat noemen ze dan mental coaching of performance coaching. Maar je zelf weet, werken met heel veel topsporters samen om te verbeteren. Nou, het kan niet anders dan dat je jezelf heel goed moet kennen als je op dat niveau wereldkampioen wil worden of wat dan. Ken je Esther Vergeer bijvoorbeeld? Kent iemand Esther Vergeer? Ja, is een tennister, heel goed. Ik ben ook blij dat je tennister zegt en niet rolstoeltennister. He, dat zegt iets over Esther. Esther is ze is rolstoeltennister. En Esther kwam in 2008 naar mijn collega toe, naar Joost. En Esther die stelde de volgende vraag. Ik weet niet of je Esther, ik zal het beeld even schetsen. Esther was op dat moment 8 jaar lang ongeslagen. Had geen wedstrijd verloren. Was tweevoudig Paralympisch kampioen. En had alle Grand Slams gewonnen die ze kon winnen. 8 jaar op rij. Sterker nog, niet op matchpoint achtergestaan. En zij komt met de vraag bij Joost. Joost, in 2008 ga ik de Paralympische Spelen in Beijing doen. Ik wil voor de 3e keer winnen. Waarmee kan jij me helpen? Waarop Joost eigenlijk een beetje schoorvoeten zei, niet zoveel denk ik. Nou zegt dat dacht ik al. Daar heb ik zelf over nagedacht. Wat dan? Wat gebeurt er met mij als ik op matchpoint achter kom te staan? Dat is me namelijk in 8 jaar niet overkomen. En daar zijn ze mee aan de slag gegaan. En het leuke van het verhaal is dat ze op de Paralympische Spelen op matchpoint achter komt te staan in de finale. Dan kan je zeggen, dan vraag je om met zo'n vraag. Hè? Of je hebt je heel goed voorbereid. Maar ze komt erachter en ze heeft alles bij elkaar gegrepen om vervolgens dat te doen wat ze geleerd heeft. Dat is fantastisch. Dat ligt niet aan onze hulp. Dat ligt aan de vraag die zij gesteld heeft. En hoeveel mensen die 8 jaar lang heel succesvol zijn, misschien de meest succesvolle campagnes maken, misschien het meest succesvolle bedrijf runnen, worden arrogant en vergeten dat ze nog iets te leren hebben. En dat is hetgene wat wij zo belangrijk vinden in het werk. En dan mag je van mij met alle termen gooien die je hebt. En dan mag je van mij van alles verzinnen. Maar het begint daar, met zelfkennis. En hoe ga je dat met elkaar delen? En hoe ga je dat nou met elkaar verder wegzetten? En dat vind ik wezenlijk in het verhaal. Mij valt op marketeers die succesvol zijn, die weten waar ze zelf goed in zijn. Die weten of ze een baanfietser of een klimmer of een basketballer zijn. Die weten waar ze goed in zijn. Die weten wat hun skills zijn. En als je weet wie je zelf bent, dan weet je ook welke rol je in een organisatie kan spelen. Als jij weet waar jij goed in bent, dan weet je ook hoe je je team mee kan krijgen. Dan ga je namelijk, als je zelf in balans bent, zelf weet wie je bent, ga je anders communiceren. George Clooney heb je al even genoemd. Nou, wat leuk is van George Clooney, Nespresso heeft zichzelf een nieuwe categorie gecreëerd door zeg maar een manier van werken uit de modewereld te plakken op koffie. Daarmee zijn ze in één keer uit het schap waar Douwe Egbert, Scalens van Gunning en weet ik allemaal in één schap zijn. We hebben een hele nieuwe categorie op een andere manier verkocht. Ze hebben van koffie fashion gemaakt.
En daar nog even George Clooney opgeplakt om ons mannen nog even verder te frustreren, zeg maar. En het werkt. En de kunst is dus om ook je eigen egoïsme erin te blijven leggen. En wat wil jij bereiken? Wat is jouw doel? Wat wil jij bereiken? En op welke wijze wil je dat dan? En pas jij dan bij die organisatie? Ik hoor heel veel mensen zeggen die wij spreken in ons vak, of als wij die tegenkomen, zeggen ze, ja, wat remt jou dan? Waarom ben je niet happy hier? Ja, ik mag dit niet van het bedrijf en ik mag dat niet van het bedrijf. Waarom werk je er dan?